Meer vluchten betekent meer geluidsoverlast in de toekomst. Volgens belangenorganisatie Omwonenden Welschap druist dat tegen de afspraken in. We hebben er nu, als het gaat over vliegbewegingen, ongeveer 16.000, 17.000 per jaar. Dus hoe je het ook uitrekent, het zal 2 à 3 keer zoveel worden. Een gigantische toename dus. Daar zijn wij niet blij mee. De gedachte dat 40.000 vluchten overlopen van Schiphol hier naartoe, fietst eigenlijk dwars door de afspraken die wij hier als regio met Eindhoven Airport gemaakt hebben heen. Ik als luchthavendirecteur, ik vind het natuurlijk leuk als hier veel gevlogen gaat worden. Hè? Dat laat dat wel zijn. Maar we streven er altijd naar om dat op een hele duurzame manier te doen. In overleg met de politiek en ook de omwonenden en de Milieufederatie. Eindhoven Airport zegt zich dus te willen houden aan de afspraken die eerder zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast. De vraag is of dat eigenlijk wel kan als het aantal vluchten met zoveel toeneemt. Ja, wij zijn heel voorzichtig in die formuleringen, maar uiteindelijk ziet het er wel naar uit dat u 2 keer zoveel vluchten, vliegbewegingen hier krijgt op Eindhoven Airport. Nou, laten we maar even afwachten wat de politiek daarvoor zegt, want ik ben voorzichtig. Waarom ben ik voorzichtig? Omdat de luchthavendirecteur er niet over gaat wat we hier mogen invullen. Dat is de politiek die daar in eerste instantie over gaat, hè? Hier in de regio, maar er is een nationaal belang bijgekomen, dus ook de nationale politiek zou hier zo over zeggen. Dat is de reden waarom ik zo voorzichtig ben. Wij hebben in het verleden ook al voordat het besluit lag acties ondernomen bij de lokale politiek. Ik denk dat wij nu samen met de lokale politiek echt ons wel zullen laten horen in Den Haag voordat het kabinet een besluit gaat nemen. Wanneer? Zo snel mogelijk.